Nou, ik ga dus wat vertellen over geleedpotigen die in huis komen voor als jullie je ook vervelen tijdens de thuisquarantaine. Want, wacht, kunnen jullie de PowerPoint? Ja. Oké, alles werkt. Sorry, dit is mijn eerste livestream. Ik ga jullie dus wat vertellen over geleedpotigen die in huis voorkomen. Mocht je je ook vervelen tijdens deze coronacrisis. In huis kun je eigenlijk toch best veel soorten insecten en spinnen en andere geleedpotigen vinden. Ook al is dit misschien niet de eerste plaats waar je aan denkt als je gaat zoeken naar beesten. Huizen zijn natuurlijk altijd warm. En daardoor is dit voor heel veel beesten een geschikt klimaat. En kon je ook relatief veel exoten in huizen vinden, die dus in Nederland soms geen eens in de buitenlucht kunnen leven. Bovendien is er ook nog eens altijd voedsel aanwezig in huis. Denk maar aan de niet zo netjes opgeruimde keuken, je kamerplanten, misschien wel je opgezette dieren en natuurlijk ook jezelf. Ik heb besloten om voor deze presentatie te focussen op geleedpotigen die ofwel zich echt kunnen voortplanten in huis en je dus het hele jaar door in huis kan vinden, of degene die veel overwinteren binnen zijn huis. Waardoor je die ook vaak vindt. Plagen op kamerplanten, zoals bladluizen, heb ik besloten om weg te laten. Omdat het dan anders een te grote presentatie zou worden. Net zoals menselijke parasieten, zoals hoofdluis, en steekmuggen. Nou, de eerste groep die ik krijg. Oh ja, en mocht je een vraag hebben, typ het gewoon hier in de chat. En ik zal proberen om alles tussendoor te beantwoorden. Mocht je nou een hele algemene vraag hebben, wacht dan even tot het einde van mijn presentatie. De eerste groep die ik ga bespreken zijn de vlinders en motten. Deze kun je herkennen doordat ze vier vleugels hebben waar schubben op zitten. En deze kunnen daardoor een heel mooi kleurrijk patroon hebben. De larve is een rups en die leeft meestal van plantaardig materiaal. Vlinders en motten hebben een volledige gedaanteverwisseling, dus ze moeten verpoppen voordat ze volwassen kunnen worden. De soorten die ik hier ga bespreken zijn vooral wat kleine bruine motjes. Echter, heel veel soorten motten komen ook op licht af, dus als je 's avonds lekker op je kamer zit met je lamp aan en het raam open, dan krijg je er veel meer in huis, maar die bespreek ik hier niet. In Nederland komen ongeveer 2200 soorten vlinders en motten voor. Een motje dat ik vooral vind in keukens van studentenhuizen is de Indische meelmot. Zoals je al zou verwachten van de naam, komt deze oorspronkelijk niet uit Nederland, maar uit India. In Nederland kunnen ze ook alleen maar binnenshuis overleven, omdat het daar warm genoeg is. Ze zijn vrij makkelijk te herkennen doordat het echt maar een klein motje is, ongeveer zo groot. En ze hebben een heel licht zadel, dit lichte vlekje hier. De larve, oftewel de rups, leeft van allerlei granen, noten, meel, maar ook van muesli en hagelslag. En die larven zijn ook nog vrij sterke jongens, want ze kunnen zelfs door karton en door zacht plastic heen eten. Daardoor zijn ze ook zo massaal in keukens aanwezig. Een andere mot die je vindt. Bedankt voor je leuke reactie, Sophie. Een andere mot die ook veel binnenshuis voorkomt en die wat groter is, is de grote meelmot. Die zit niet met zijn vleugels als een dakje over elkaar gevouwen, zoals je ziet bij de Indische meelmot, maar die houdt zijn vleugels uitgespreid, meer een beetje spannerachtig. Hij heeft een heel mooi patroon van donkerbruin met lichtbruin en witte banden daartussen. De larven hiervan zijn ook wat donkerder gekleurd dan de larven van de Indische meelmot. En ze leven ook van allerlei graanproducten, zoals meel en muesli. Dus deze kun je ook vooral in je keuken vinden. Een ander motje dat je nog binnenshuis kan vinden is de bruine huismot. Dit is weer een klein bruin gekleurd motje die vrij goed te herkennen is aan de vier zwarte vlekjes die hier op de vleugels heeft. De rups daarvan eet zowel plantaardig als dierlijk materiaal, zolang het maar dood is. Zoals gewoonlijk weer de graanproducten, die zijn bij heel veel dieren populair.
maar ook papier, diervoer, wol en linnen. Nou, dan gaan we nu over naar de kevers. Kevers kun je herkennen doordat het voorste paar vleugels omgevormd is tot harde dekschilden. Verder hebben ze ook bijtende monddelen, maar de levenswijze is heel gevarieerd, zowel van de adult als van de larve. Het kan zelfs voorkomen dat de larve een rover is, terwijl de adult alleen maar plantaardig materiaal leeft. In Nederland hebben we er meer dan 4000 soorten van, dus dit is echt een grote groep. Een hele bekende soort is het Aziatisch lieveheersbeestje. Deze kan behoorlijk moeilijk te herkennen zijn, omdat het een heel erg variabel beest is. Kijk, maar al deze hier behoren allemaal tot dezelfde soort. Terwijl inheemse lieveheersbeestjes soms veel kleinere verschillen tussen de soorten hebben. Toch zijn er wel wat harde kenmerken waaraan je kan zien dat je lieveheersbeestje een Aziatisch lieveheersbeestje is. Ze zijn iets groter dan de inheemse lieveheersbeestjes, maar er is eigenlijk wel erva wat ervaring nodig om dat te zien. En als je ze omdraait, kun je zien dat de buik tweekleurig is. Met zowel zwart als bruin. Dit is eigenlijk uniek onder de lieveheersbeestjes die in Nederland voorkomen. Verder hebben ze het over het algemeen ook vrij veel wit op het halsschild. Het Aziatisch lieveheersbeestje is eigenlijk een exoot in Nederland, die ten behoeve van de tuinbouw en landbouw is ingevoerd om bladluizen te bestrijden. Ze overwinteren graag op warme plekken en in grote groepen. Daardoor kunnen ze in de herfst heel massaal huizen binnenkomen om zich ergens te gaan verstoppen. En in het voorjaar gaan ze ook weer massaal de huizen uit. Een kever die zich het hele jaar door binnen zijn huis te vinden is de miltor. Dit is een vrij forse, ongeveer zo'n grote kever die langwerpig is. Er zijn heel veel van die zwarte kevers, vooral in de familie van de loopkevers, waar de miltor niet tot behoort. Maar je kan hem herkennen doordat hij vergeleken met de meeste andere zwarte kevers vrij korte antenne heeft en hier achter de ogen, de wangen als het ware, een beetje uitsteken. De larve die is bruinig met een zwarte kop en hele stevige kaken. De larve die ken je misschien ook wel uit de dierenwinkel, waar je ze als meelworm kan kopen als voedsel voor allerlei reptielen. Verder kun je meelwormen als mens ook nog eten. De meelwormen kun je in vermolmd hout en in graanproducten vinden, waardoor ze zich ook binnenshuis kunnen voortplanten. Een veel kleiner kevertje is de broodkever. Die is ongeveer zo groot en heeft beharing op het halsschild en het dekschild. En verder is de kop heel klein en meestal onder het halsschild gevouwen, waardoor je die vrij slecht kan zien. De larven leven in allerlei droge voedingsmiddelen, zoals graanproducten, hondenvoer, pasta, cacao, koekjes, je voorraad peuken en ook in herbariummateriaal. En dat ze erin leven, bedoel ik dat ze zeg maar bijvoorbeeld het hondenbrokje pakken, er een gaatje in knagen en daarin gaan leven. Een bekendere, de broodkever zit in de familie van de klopkevers. Een bekendere vertegenwoordiger uit deze familie is de houtworm. Daarvan leeft de larve in hout en kan het ook voor veel schade zorgen. Alleen die kon je voortaan binnenshuis bijna niet tegen. Ik zie nu trouwens ook dat er een wat vertraging zit tussen wat ik hier vertel en wanneer het op YouTube doorkomt. Dus de reacties over het lieveheersbeestje zie ik nu pas eigenlijk. Yannick vraagt wat het verschil is met het Nederlands lieveheersbeestje over het Aziatisch lieveheersbeestje. Nou, het belangrijkste verschil is dus die tweekleurige buik. Dat is echt heel typisch. Dat heeft het Aziatische lieveheersbeestje altijd. En zo uit mijn hoofd heeft geen een van de inheemse lieveheersbeestjes dat. Maar ja, verder heb je bijvoorbeeld ook nog het tweestippelig lieveheersbeestje in Nederland, die ook erg variabel is, maar wel altijd een zwarte buik heeft. En ja, het kan nog wel eens een uitdaging zijn om die uit elkaar te houden.
Dit zijn mijn minst favoriete dieren die in deze presentatie voorkomen. De tapijtor en de museumkever. Dit is een geslacht van wat kleine bontgekleurde kevertjes die een heel mooi patroon hebben doordat ze schubben in verschillende kleuren hebben. De larven hiervan zijn harig en vooral die larven zijn eigenlijk mijn grootste angst. Die eten namelijk dooddierlijk materiaal zoals wol en tapijt, maar ook opgezette dieren en insectencollecties. En ik heb zelf wat opgezette vogels in huis en ik heb ook een referentiecollectie om insecten te determineren. En daar wil ik natuurlijk niet die beesten in krijgen. Daarom controleer ik altijd overal in het huis goed of ik deze of deze niet er stiekem ergens tussen lopen. De snavelinsecten is een vrij diverse groep van insecten die eigenlijk die je grofweg in twee groepen kan verdelen. Degene die hun voorvleugels verhard hebben, de wantsen, en degene die doorzichtige voorvleugels hebben, de bladluizen. Ze zijn altijd te herkennen doordat ze een duidelijke zuigsnuit hebben. In Nederland komen er hiervan zo'n 1600 soorten voor. De zuigsnuit is ook het beste kenmerk om ze te onderscheiden van de kevers. Verder hebben deze een onvolledige gedaanteverwisseling. Dus ze hebben geen larven, maar een nimf. En die lijkt eigenlijk al best wel op het volwassen insect, maar moet vooral nog groeien. De bladpootrandwant is een behoorlijk forse wans, wel tot zo groot, met duidelijk verbrede achterpoten. Deze wantsen die leven vooral van het sap uit nauwbomen. En eigenlijk komt die oorspronkelijk niet uit Nederland, maar uit Noord-Amerika. En in heel Europa is het een invasieve exoot. In de herfst komen deze vaak huizen binnen om hier te overwinteren. Dan zijn ze vrij opvallend, omdat ze ook zo groot zijn. Een andere wans die veel binnenshuis overwintert, is de grauwe schildwant. Deze is wat minder lang dan de bladpootrandwant, maar wel wat breder gebouwd. Verder kun je ze goed herkennen aan de mooie geblokte antenne. Het zwart en het wit wisselt zich netjes af. En verder hebben ze ook nog een lichte grondkleur op de dekschilden, met daarop allerlei zwarte puntjes. Normaal gesproken leven deze wantsen van allerlei bomen en kruiden. Van oorsprong komen ze ook vooral in Zuid-Europa voor, maar door het opwarmende klimaat zijn ze steeds algemener geworden in Nederland. Een aantal jaar geleden kon je ze bijna nog alleen maar in het zuiden vinden, maar voortaan zijn ze door heel Nederland wel te vinden. Ze overwinteren graag in huizen en dan kun je ze dus ook vaak binnenshuis vinden. Een veel kleinere wans die binnenshuis overwintert is de gewone rookwans. Dit is een bruine wans die allerlei zwarte en witte vlekken heeft. Ze leven vooral van afgevallen plantenzaden, maar ook deze wans komt weer graag binnenshuis om te overwinteren. De vliesvleugeligen zijn de grootste groep insecten die in Nederland voorkomen. Ze hebben ofwel vier heldere vleugels, zoals de bijen en de wespen. Maar ze kunnen ook volledig vleugelloos zijn, zoals mieren en andere wespensoorten. Ze hebben een hele gevarieerde levenswijze. In Nederland zijn er tot nu toe zo'n 4900 soorten geregistreerd, maar heel veel hiervan zijn heel moeilijk te herkennen, waardoor het aantal dat in Nederland voorkomt waarschijnlijk erg onderschat wordt. De zwarte wegmier. Is een van de algemeenste vliesvleugeligen in Nederland. Dit is gewoon dus kleine standaard zwarte mier die in iedere tuin zit. En als je wat kruimels van je eten in je keuken laat liggen, dan komen ze ook binnenlopen. Binnenshuis hebben ze geen geschikte plekken om nesten te maken, dus hun nesten zijn bijna altijd buitenshuis. De werksters die lopen nog wel eens naar binnen dus om wat eten te halen. En in de nazomer vliegen de koninginnen massaal uit. En die komen ook nog wel eens binnenshuis terecht. Een mier die echter wel kolonies binnenshuis sticht, is de gele faraomier. Dit is een hele kleine geel gekleurde mier met een zwart achterlijf. Het is een tropische soort, waarschijnlijk is hij uit Azië afkomstig, maar waardoor hij in Nederland alleen maar binnenshuis kan leven. Vroeger was deze mier vrij algemeen in Nederland.
Maar door een verbeterde hygiëne zijn ze vrij hard afgenomen. En er werd een tijdje gedacht dat ze bijna niet meer voorkwamen in Nederland. Maar ik heb zelf op meerdere plekken in de studentenflat Assenpark in Wageningen in meerdere keukens wat kolonies gevonden. Dus in Wageningen is er nog wel een mooie populatie aanwezig. Dus wees er trots op dat je een bedreigde diersoort wellicht in je keuken hebt. In tegenstelling tot de meeste mieren hebben ze niet één koningin per kolonie, maar meerdere koninginnen per kolonie. Daardoor kan een kolonie ook veel verder door blijven groeien, omdat er toch altijd nieuwe koninginnen bij komen. Daardoor kan er over een heel gebouw soms maar één gigantische kolonie zijn. En dat maakt het ook heel moeilijk om ze te bestrijden soms. Vliegen en muggen zijn ook een bekende groep van insecten die je altijd kan herkennen doordat ze twee vleugels hebben. Het achterste paar vleugels is namelijk gereduceerd tot halters. Dit zijn kleine, orgaantjes die achter de vleugels hangen, die waarschijnlijk helpen met balans houden. In Nederland komen hier wel meer dan 5000 soorten van voor. De WC-motmug is een klein motachtig mugje die je kan herkennen doordat hij vrij donkere vleugels heeft en zwarte puntjes. En met zwarte vlekken erop en aan de randen ook nog eens witte puntjes. Ook al heeft die mug in zijn naam, kunnen ze niet steken. De volwassenen leven eigenlijk überhaupt niet. De larven hiervan leven in water met heel veel organisch materiaal in. Denk bijvoorbeeld maar aan een verstopt doucheputje of aan een zwanenhals. Soms kun je in één keer heel veel van deze motmugjes tegelijk in huis vinden. En meestal betekent dat je ergens last hebt van stilstaand water waarin die larven zich heel hard kunnen voortplanten. Een andere niet-stekende mug die je veel in huis kan vinden zijn de rauwmuggen. Dit zijn hele kleine zwarte mugjes, maar soms hebben ze een hele mooie gele buik. Dit is een groep van zo'n 100 soorten in Nederland, die allemaal heel erg op elkaar lijken. En eigenlijk is de vorm van het genitaal het enige betrouwbare kenmerk om ze goed uit elkaar te houden. Ik kreeg net een vraag binnen. Hoe groot is de WC-motmug? Dat is echt een klein beetje. Ik zou zeggen, ja, hij is ongeveer zo groot. Dus dat komt neer op 5 mm of zo. De rauwmuggen die zijn zelfs nog kleiner. Larven van de rauwmuggen die leven vooral van rottende planten. Dus je kan ze vooral in potgrond vinden. Dus die kunnen zich nog wel eens in potgrond ontwikkelen. En als je een nieuwe plant haalt, kunnen er ineens heel veel rauwmuggen tegelijkertijd in je huis komen. Maar het goede nieuws is dat ze geen schade aan de plant kunnen toerichten. In de zomer hebben we vaak ook allemaal last van fruitvliegjes die bij het GFT-afval zitten. Zoals je waarschijnlijk al weet, zijn fruitvliegjes hele kleine vliegjes die ook moeilijk neer te slaan zijn, die bruin tot grijs gekleurd zijn. Als je er een loepje bij pakt en ze beter gaat bekijken, dan kun je zien dat ze vaak gelige poten hebben waarop best duidelijk zwarte haren zitten. Uit het geslacht van de fruitvliegjes, Drosophila, komen er in Nederland een stuk of 20 soorten voor. Vijf hiervan worden regelmatig binnenshuis gevonden en ze zijn vrij moeilijk uit elkaar te houden, maar ze zien er allemaal toch wat anders uit. Zo heb je voor de Melanogaster, die wordt ook veel gebruikt als proefdier, die een zwart achterlijf hebt. Nou, voor het ook de Hidei, die een mooi vlekkenpatroon op het borststuk heeft. En de Funebris, die egaalbruin gekleurd is. Verder zijn er nog veel meer vliegen die je in huis kan vinden. De gewone standaard forse vliegen, gewoon het eerste wat in je opkomt als je aan vlieg denkt, behoren tot verschillende families. Namelijk de Muscidae, de Faniidae, de Calliforidae en de Sarcophagidae. De verschillen tussen deze families zijn vrij lastig te zien en dit zit vooral in de beharing op het borststuk en de vorm van wat aders. Dus daar ga ik verder niet op in, want dat zou te uitgebreid worden voor deze presentatie. Als jullie daar meer over weten, kan ik daar natuurlijk nog een andere keer een livestream over houden. En de larven hiervan leven meestal in rottend organisch materiaal. Dus de prullenbak is vaak een plek waar ze leven.
Ja, dit zijn een paar grote families die met veel soorten, maar een aantal soorten hiervan komen het meest binnenshuis voor. Zoals de danbordvlieg, die wat forser is en te herkennen is aan het zwart met wit patroon op het achterlijf. Daarvan hebben we in Nederland een stuk of 20 soorten. De groene vleesvlieg is heel mooi groen glanzend gekleurd. Daarvan hebben we in Nederland een stuk of 5 soorten, die ook allemaal heel veel op elkaar lijken. Dan heb je nog de echte bromvliegen, de Califora's. Daarvan heb je de roodwangbromvlieg en de roodbaardbromvlieg. In de eerste instantie lijken die niet vrij veel op elkaar. Maar je kan ze dus herkennen doordat de ene gewoon rode wangen heeft, het stuk onder de ogen, terwijl de andere grijs gekleurde wangen heeft, maar daaronder zitten allemaal haren die rood gekleurd zijn. De wat kleinere, egaalbruin gekleurde vliegen zijn vaak de latrinevliegen. Daarvan leven de larven semi-aquatisch in heel, ja, in vochtige, op vochtige plekken met veel organisch materiaal. De bekendste van naam is misschien wel de huisvlieg. Daarvan kun je het vrouwtje herkennen doordat ze een heel mooi okerkleurig achterlijf hebben. Het mannetje is meer bruin gekleurd. Een verraderlijke vlieg is de stalvlieg. Die lijkt heel erg op de huisvlieg en heeft een bruin gekleurd achterlijf. Maar zoals je hier kan zien, hebben ze eigenlijk ook nog een beetje een steeksnuit. En die kunnen je prikken en bloed zuigen. Het is niet gevaarlijk, ze kunnen geen ziektes overdragen. Maar mensen schrikken vaak nog wel eens van de pijn, omdat ze niet verwachten om door zo'n vlieg gebeten te worden. Natuurlijk zijn er nog veel meer groepen insecten. En waarvan er enkele ook nog binnenshuis gevonden worden. Ik kan hier niet echt algemene kenmerken voor geven, dus ik ga gewoon meteen naar de soort toe. Het goudoogje is een kleine groen gekleurde gaasvlieg met een bruin patroon op het achterlijf en groene aderen in de vleugels. Het oogje is heel mooi glanzend, tot goudachtig aan toe. Daarom heet ze ook goudoogje. Ze leven vooral van bladluizen, maar ze verschuilen zich ook nog eens graag binnenshuis, waardoor en ze overwinteren ook binnenshuis. In de winter kunnen ze bruin gekleurd worden. Misschien viel het je al op dat hier achter de wetenschappelijke naam S.L. staat. Dit is Latijn voor sensu lato, oftewel in brede zin. Dit betekent dat er in dit geval betekent dat er recent DNA-onderzoek is gedaan, waardoor bleek dat het goudoogje niet één soort was, maar eigenlijk een complex van allerlei soorten die in uiterlijk bijna niet te onderscheiden zijn, maar allemaal een ander balgslied hebben. Blijkbaar kunnen die beesten ook nog eens zingen. Dat doe ik ze niet na. De visjes zijn een andere groep van hele primitieve insecten die je bijna alleen maar binnenshuis kan vinden. Je kan ze altijd herkennen doordat ze heel duidelijk drie staartjes hebben. Er zijn ook wat andere insecten die drie staarten hebben, maar dit zijn de larven van wat insecten die in het water leven, zoals larven van eendagsvliegen en larven van waterjuffers. En die zul je dus niet zo snel in huis tegenkomen. De meest algemene die je in huizen kan vinden is het papiervisje. Daarvan zijn de staarten zo lang als het lichaam en die leven vooral op droge plekken. En daardoor kunnen ze overal in het huis voorkomen. En ze leven net zoals de andere visjes van zetmeelproducten. Ze worden heel vaak het zilvervisje genoemd. Maar het zilvervisje is eigenlijk een andere soort. Die is wat glanzender gekleurd en heeft, zoals je hier kan zien, veel kortere staartjes. Die komt vooral voor op wat vochtigere plekken. En doordat verwarmingen vooral beter zijn geworden, zijn huizen wat droger geworden en kun je ze daardoor zijn ze in Nederland wat zeldzamer geworden. De mooiste van de visjes is naar mijn mening het overvisje. Die is te herkennen doordat hij een heel bont gekleurd patroon heeft. Die komen eigenlijk voor het overvisje komt voor op warme plekken, zoals achter ovens en achter cv-ketels. Vroeger waren er wat waarnemingen verspreid over Nederland. Maar nu zijn er al lang geen waarnemingen geweest waardoor die hier mogelijk is uitgestorven. Echter, niet zoveel entomologen zoeken actief in huizen naar insecten. Dus wellicht komen ze nog bij jou in huis voor. Als dat zo is, laat het me weten. Dan gaan we nu al naar de laatste groep geleedpotigen van de avond, de spinnen.
In tegenstelling tot de insecten hebben spinnen 8 poten en hun lichaam bestaat duidelijk uit 2 onderdelen, het kopborststuk en het achterlijf. De meeste soorten maken een web. In Nederland komen er wat meer dan 600 soorten spinnen voor. En een aantal daarvan komt ook veel binnenshuis voor. Een van de mooiste spinnen vind ik de getijgerde lijmspuiter. Dit is een licht gekleurde spin die een heel mooi zwart patroon heeft. Deze spin heeft een nogal bijzondere manier van zijn prooien aanvallen. Ze spuiten namelijk een web vanuit hun mond recht over hun prooi heen. Spider-Man stelt hier niks bij voor. De getijgerde lijmspuiter is best algemeen en komt eigenlijk in bijna alle huizen wel voor. Alleen zijn ze 's nachts actief en zijn ze heel erg schuw, waardoor ze maar weinig waargenomen worden. Dus als je een keertje 's nachts thuis komt van het stappen, als deze hele coronacrisis voorbij is, check een keertje de muren en de vloer om te kijken of dit mooie beestje hier rondloopt. Een wat makkelijkere te vinden spin in huizen zijn de trilspinnen. Dit zijn van die spinnen met hele lange poten. Ze worden daardoor nog wel eens verward met hooiwagens. Maar hooiwagens hebben een lichaam dat maar uit één onderdeel bestaat en niet echt een duidelijk aparte kop. Trilspinnen maken vooral in hoekjes van het plafond hele warrige webben die er ongeveer zo uitzien. De marmertrilspin heeft een langwerpig achterlijf met een heel bont patroon en een zwarte onderzijde. Dit is een exoot in Nederland die pas recent voor het eerst gezien is, maar het lijkt erop dat hij hard aan het toenemen is. Ik heb hem in Nederland 1 keer gezien op de wc van een vriendin van mij in Wageningen. Ik zou niet noemen wie het is, maar wie weet komt deze ook bij jou op de wc voor. De grote trilspin is veel algemener. Die kun je eigenlijk in ieder huis wel vinden. En die is te herkennen doordat hij een egaal gekleurd achterlijf heeft. De kleine trilspin is weer een stuk zeldzamer. En die heeft ook een egaal gekleurd achterlijf, maar die is rond. De kleine trilspin is vrij zeldzaam in Nederland. En recent worden er niet meer zoveel waarnemingen gedaan. Maar wellicht is het dus weer een waarnemerseffect. En wordt hij gewoon een beetje over het hoofd gezien. Dus let ook even in je huis op de spinnen, op die warrige webben in de hoek van je plafond. Wellicht heb je wel een zeldzame kleine trilspin of marmertrilspin. Naar mijn mening de schattigste spin die je in huis kan vinden is de schorsmarpissa. Dit is een kleine springspin en zoals alle springspinnen maken ze geen web, maar jagen ze volledig op zich. Daarom hebben ze van die hele grote, schattige ogen. Je kan de schorsmarpissa verder herkennen doordat hij een bruin achterlijf heeft met een wittig patroon. En ja, deze lopen heel vaak over muren rond, op jacht naar bijvoorbeeld de muggen op je kamer of papiervisjes. De grote steatota is een forsere kogelspin die je ook in huis kan vinden en die een klein web maakt. Het vrouwtje is vrij groot en glanzend zwart gekleurd, terwijl het mannetje een wit met bruin patroon op het achterlijf heeft. De grote steatoda zorgt nog wel eens voor paniek, want mensen zien het vrouwtje aan voor de zeer giftige zwarte weduwe uit Amerika. De zwarte weduwe komt echter niet in Nederland voor en die heeft ook nog eens rood op het achterlijf. De grote steatota is wel een van de sterkere spinnen in Nederland en die kan met zijn kaken door je huid heen bijten. Alleen, dat is niet gevaarlijk, het is een beetje pijnlijk, maar je houdt er in principe niks aan over. En ze bijten je ook pas als je er echt een in je hand oppakt en je hem daarna op dunne plekken op je huid houdt. Ja, dan gaat hij je bijten, maar verder hoef je je geen zorgen te maken over een grote steatota. Oh, ik krijg nog de vraag binnen hoe groot die is. Spinnen meet je in principe alleen maar van kop tot achterlijf. Dus je telt de poten niet mee en dan kom je eigenlijk maar uit op een centimetertje of 3. Het is helemaal niet zo'n grote spin vergeleken met andere spinnen. Een kruisspin is bijvoorbeeld groter. Maar vergeleken met de andere soorten uit hetzelfde genus zijn ze wel een stuk groter.
De grootste spin die je regelmatig in huis vindt, is de huisspin. Eigenlijk wordt iedere spin in huis wel huisspin genoemd, maar dit is niet correct. Deze naam is gereserveerd voor 5 soorten uit 2 verschillende geslachten. Recent heeft DNA-onderzoek ook weer dit een beetje overhoop gegooid. Eerst was het namelijk één geslacht met wat minder soorten. En om die 5 soorten goed uit elkaar te houden, is eigenlijk weer de vorm van het genitaal het beste kenmerk. Huisspinnen kun je verder wel herkennen doordat ze echt behoorlijk fors zijn. Die kunnen volgens mij wel een centimeter of 6, 7 halen, met nog veel langere poten. En ze hebben een bruin tot grijzig patroon. Ze maken een klein trechtervormig web, maar in huis doen ze dat lang niet altijd. Deze leven eigenlijk ook vrij veel buitenshuis en in schuren en zo. Maar vooral in de herfst komen ze vaak huizen binnenlopen, waardoor ja, ze mensen nog wel eens goed laten schrikken. Nou, dit waren al alle beesten die ik voor vanavond had voorbereid. Ik wilde er niet een al te lang verhaal van maken, maar voor veel van deze beesten is eigenlijk de verspreiding helemaal niet zo goed bekend. Dus daarom zijn waarnemingen hiervan altijd welkom op de website waarneming.nl als je in Nederland bent, waarnemingen.be als je in België bent, of observation.org als je buiten Nederland of België bent. Natuurlijk zijn er nog veel meer beesten die je in huis kan vinden dan degene die ik hier genoemd heb. Dus daarom heb ik nog wat tips voor als je iets vindt wat hier niet tussen staat, maar je het toch graag wil weten. Opsidentify is een app die je op je mobiel kan downloaden. En als je daar een foto van een wild dier of plant in Nederland of België inzet, determineert hij het voor je. Over het algemeen is het vrij betrouwbaar, maar het kan nooit kwaad om te checken of je waarneming wel klopt. De waarnemingssites die ik net noemde hebben ook beeldherkenning, die hetzelfde systeem gebruikt als Opsidentify. En als je daar een foto invoert, krijg je ook suggesties van wat het kan zijn. Verder is er ook nog bijvoorbeeld de Facebookgroep Determinatie van Planten en Dieren, waar ik medebeheerder van ben, waar van allerlei soortgroepen experts in zitten die je heel graag verder willen helpen met determinatie als je er bij iets niet uitkomt. Verder zijn er ook nog heel veel websites en determinatiegidsen die je kan gebruiken om te determineren. Maar die ga ik hier niet allemaal opnoemen, want dan wordt een veel te lange lijst. Als je over iets specifiek, over een specifieke website of een gids een vraag hebt, kun je me altijd een berichtje sturen. Nou, verder bedank ik jullie allemaal graag voor je aandacht. Ik blijf nog even hier hangen, zodat als jullie vragen hebben, dat je hier gewoon reactie kan plaatsen. En dan zal ik het proberen meteen te beantwoorden. Mocht je dit nou later terugkijken en een vraag hebben, dan kun je ook gewoon hier bij de comments een reactie plaatsen. En dan zal ik die ook proberen te beantwoorden. En verder heb ik nog een vraag voor jullie. Als jullie dit college leuk vinden en jullie willen dat ik dit vaker doe, geef me vooral wat suggesties voor waar ik het volgende praatje over zou kunnen doen. Ja, Eileen, je hebt helaas het gemist. Ik begon iets na 8:30. Maar als het goed is, kun je dit ook nog terugkijken. Dus als jullie vragen hebben, plaats even een berichtje. Nou, ik krijg hier al een suggestie voor een thema binnen. Schimmels binnen huis. Ik vind het een heel leuk idee. Weet er alleen niet zoveel van af. Sophie, zou heel leuk zijn dat jij daar een keer een verhaal over vertelt. Eva vraagt welke van deze of ik ze allemaal al binnenshuis heb gevonden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ze niet allemaal gevonden heb. Sommige soorten betekenen eigenlijk ook gewoon
Ja, sommige soorten komen eigenlijk gewoon op slechte hygiëne af. Dus die heb ik daardoor niet in huis. Maar die zie ik wat vaker bij keukens van sommige mensen. Ik zal geen namen noemen hoor. En sommige van deze soorten lijken ook vrij zeldzaam te zijn. Yannick vraagt. Oh, Manon vraagt op Yannick's account. Wat over andere wantsen? Waarom vuurwantsen altijd met zoveel bij elkaar zitten? En of alle wantsen dat doen? Ja, vuurwantsen, voor de mensen die ze niet kennen, dat zijn rood gekleurde wantsen met zwarte vlekken die je heel massaal onder bomen kan zien zitten. En de laatste jaren worden die ook veel algemener in Nederland. Eerlijk gezegd weet ik niet precies waarom ze altijd met zoveel bij elkaar zitten. Volgens mij hebben ze die rode kleuren als waarschuwingskleur om te laten zien dat ze giftig zijn. En als ze met zoveel bij elkaar zitten, is dat nog opvallender en is dat mogelijk om predatoren af te schrikken. Het zou ook zo kunnen zijn dat ze elkaar warmer houden. Lang niet alle wantsen doen dit. Er zijn wel meer wantsen die vaker in dit soort groepen bij elkaar zitten. Zoals de lindenspitskop, die nu heel hard aan het toenemen is op lindens. Maar heel veel wantsen zie je eigenlijk ook bijna alleen maar solitair. Dus dit hangt echt van de soort af. Tim, bedankt voor je leuke compliment. En Matthijs, waarom de zilvervisjes aan het afnemen zijn? Pardon. De hypothese erachter is dat vroeger mensen minder goede verwarming in het huis hadden en ook niet in iedere ruimte van het huis, waardoor de ruimtes wat vochtiger waren. En dat een geschikte leefomgeving was voor de zilvervisjes. Terwijl nu iedere ruimte van het huis centrale verwarming heeft, waardoor de huizen ook een stuk warmer zijn en de huizen zijn beter geïsoleerd, waardoor huizen een stuk droger zijn geworden. En het lijkt erop dat zilvervisjes daar niet zo van houden en de papiervisjes dus wel. En daardoor hebben de papiervisjes op veel plekken de zilvervisjes een beetje vervangen. Nou, we hebben nog meer mensen vragen. Bedankt voor je compliment, Funny Science. Sjoerd vraagt of ik mijn insectencollectie kan laten zien. Nou, die staat in meerdere dozen op zolder, maar ik kan wel even met één doos heen en weer lopen. Nou, Sjoerd, speciaal voor jou. Ik hoop dat het duidelijk te zien is. Dit is een onderdeel van mijn insectencollectie. Dit is namelijk een gedeelte van mijn collectie van kevers en wantsen. Funny Science heeft al suggesties voor een volgende keer. Zoetwatervissen klinkt hartstikke leuk. Ik ga erover nadenken. Matthijs vraagt hoe deze insecten in je huis terecht kunnen komen. Nou, dit verschilt ook weer heel erg per soort. Die wantsen en kevers die binnenshuis overwinteren, die komen vaak via ramen en andere spleetjes naar binnen lopen.
Terwijl bijvoorbeeld het papiervisje juist door mensen van huis naar huis getransporteerd wordt, door bijvoorbeeld een stapel papier of wat boeken mee te nemen. En dan kan daar een klein nimfje tussen zitten zonder dat je het doorhebt. En dan komt hij zo al bij iemand anders in huis. En Eva vraagt over tips voor insectencollecties op alcohol. Ik heb zelf geen alcoholinsectencollectie. Ik heb nog geen droge collectie. Ik heb alleen een droge collectie. Ik wil nog wel een keer een alcoholcollectie gaan beginnen. Maar ik heb eigenlijk geen tips voor. Maar ik kan me niet voorstellen dat je dan last krijgt van die tapijtkever. Want die kan niet in alcohol overleven. Nou, ik denk dat dat alle vragen waren. Ik zie ook dat het aantal kijkers een beetje aan het teruglopen is. Ik hoop dat jullie er allemaal van genoten hebben. Mocht je nog een vraag krijgen, laat het je weten in de comments. Of stuur me gewoon een berichtje. En ja, laat het me ook weten als je nog ideeën hebt voor iets wat ik een andere keer kan doen. Bedankt voor jullie aandacht allemaal. En tot ziens. Oh, Sjoerd ook nog voor huisplanten. Ook een heel leuk idee, maar ik denk dat jij er meer vanaf weet dan ik, Sjoerd. Tot de volgende keer.